Ik heb een pakketje binnengekregen en dat is een pakket waar denk ik al heel veel op zat te wachten. Oh, het bouwt is zo grauw vandaag. Ik vind het echt stom. Vandaag kook ik weer sinds een lange tijd. En ik ben aan het wachten op de laatste boodschappen van dit jaar. En daar heb ik zin in. En... Goedemorgen. Het is dinsdag. Ik moest even nadenken. En ik ben net wakker. En ik vind het zo stil in huis altijd als Sarah er niet is. Oh ja, deze had ze. Gisteren lag hij zo op mijn kussen toen ik naar bed ging. Dus die heeft gezellig bij mij gelegen. Dus ja, ik moet eruit. Maar ik vind het stil in huis. En dan heb ik al helemaal geen zin om eruit te gaan. En ja, ook niet echt een planning vandaag eigenlijk. Dus ik moet even gaan zien wat ik allemaal ga doen. Niet zo wakker nog. Ik begin de dag met thee uiteraard en lekker druifjes. Ik heb een pakketje binnengekregen en dat is een pakket waar denk ik al heel veel op zat te wachten. Dus ik verwacht nu niks anders. Maar ik had geen track and trace code gekregen. Ja. Oeh. Dit zijn die schoenen die natuurlijk eerst fout waren gegaan. Kijken of ze goed zijn, want ze komen vanuit de andere wereld. Maar ik vond ze echt heel tof. Ja, je moet ervan houden. Ik hou er dus wel van. Dat zijn deze van Max & Co. Het is een, ja, het zit een beetje tussen een pump en een sandaal in. Ik vond die hak heel gaaf. Ik hou er altijd wel van als die een wat ander detail heeft. En hij is donkerblauw suède. Oh, ze ruiken ook zo lekker. Ik vind suède echt lekker ruiken. Kijk of ze ook passen. Oh, die zitten perfect. Ja, ik vind het echt heel gaaf. Natuurlijk niet bij deze auto. Ja, echt helemaal top. Hier ben ik zo blij mee. Echt helemaal fantastisch. Het is ook een keer wat anders. Dus deze gaan in mijn collectie erbij. En ik zit echt te denken, zal ik nog een nieuwe shoestack opnemen? Vinden jullie dat leuk? Laat even onder deze video weten. Vind je het leuk om een nieuwe shoestack video te zien? Deze krijg je hier een heel mooi plekje. Yay! Het hebben allemaal puntjes zo. Oh, het bouwt is zo grauw vandaag. Ik vind het echt stom. Ik hou niet van dat weer. Maar goed. Ik ben zo goed als dat het gaat. Ik probeer ze het bed te verschonen. Ik ben hem aan het opmaken nu. En dan komt ze lekker thuis. Ik heb ook alle onderlakens en zo gewassen. Ik denk als ze dan toch aan het logeren is. Dan kan alles even lekker op tijd droog zijn en fris. En dan komt ze thuis en dan mag ze helemaal lekker in een fris bedje. En niks slaapt zo lekker dan een net verschoon bed natuurlijk. Eigenlijk, het is dat het echt veel werk is, zou ik ook elke dag gewoon in een gewassen bed willen stappen. Maar ja, dat is gewoon niet te doen. Maar alles, ik moet zelfs voor mijn dekbed, moet ik naar een punt buiten de deur om te wassen. Omdat hij niet eens in mijn eigen wasmachine past. Dus ja, dat gaat dan niet. Maar dit ging natuurlijk perfect. En voor haar is alles één persoons. Dus dat scheelt. Oh, ons bed krijgt niet eens schoon trouwens nu op dit moment. Dus dat moet Marco doen. Ik heb er altijd ruzie mee. Maar nu extra natuurlijk. En ik dacht, ik ga misschien even een stukje wandelen of zo buiten vandaag. Maar echt, het regent heel de dag. En het is gewoon... Of het regent heel hard, of het regent wat zachter. Maar droog is het gewoon nog niet geweest. Stom. En ik had Denise aan de lijn. En die ging ook met Lola even wandelen. Toen had ik nog aan de gezegd, zou ik even meegaan of zo. Maar zag ik het weer. Toen dacht ik, nou, laat maar. Dus misschien na het eten dan of zo, als het droog is. Dat ik zeg, kom, we gaan even... 's avonds laat even een klein stukje lopen of zo. Even
Gewoon frisse lucht, even eruit. Normaal doe ik trouwens een dekbed. Als ik het in de hoek, ga ik in het trapgat staan. En dan schud ik hem uit. Dan zit er dat perfect in. Maar ik ben niet zo mobiel momenteel. Dus ik ben al blij dat ik hem er enigszins in krijg nu. Zo. Deze moet er nu overheen. Deze heeft ze voor de, van Sinterklaas gekregen. Die is glow in the dark. Die deken is heilig nu. Dus je mag de mooie dekbed niet eens zien. Want deze deken moet op de bed. Ik heb ook lekker gewassen. Het is ook wel leuk. Want er staan hartjes en XOXO op. En dat als je dan in het donker ligt. Dan geeft dat licht. Dus ik snap ook wel dat ze dat echt helemaal geweldig vindt. Lekker even een nachtkastje een beetje opruimen. En dan kan ze lekker in een fris kamertje weer thuis komen. Oh, deze is trouwens ook echt zo leuk. Deze, als je het alarm zet en je snoest hem, dan gaat hij een paar minuten later weer. Maar om je uit bed te krijgen, springt hij dus van je nachtkastje op. En dan moet je dus echt door de kamer rennen om hem te pakken te krijgen. Goeie manier voor kinderen die niet uit bed willen komen. En dan met Sarah, normaal heeft ze echt een hekel aan wekkers. Maar omdat dit natuurlijk gaat draaien en het vindt ze hilarisch, zet ze die wekker dus ook nog eens graag. Dus echt gouden tip met kinderen die niet uit bed willen komen. Gelijk heel de kamer recht getrokken. Dus nu kan ze lekker thuiskomen in een opgeruimd kamertje. Heerlijk. Vandaag kook ik weer sinds een lange tijd. Wat voornamelijk inhoudt dat ik de soep die we gisteren gemaakt hebben opwarm. Oh, maar ik heb echt honger. En ik baal, er was een miscommunicatie. Ik dacht dat Sarah thuis zou eten en Marco ook. Dus die belde net zijn moeder. Want als wij hier wonen, dan logeert Sarah hier en was daar aan het werk. Dus dan zou hij er gelijk ophalen. Nou, toen hadden ze al samen eten gekocht. Dus ja, niet echt heel handig. Dus nu eten we samen en gaat hij er daarna ophalen. Ik kan niet wachten. Ik heb mijn kindje weer gezellig thuis. We zijn weer samen. Ik vind het zo fijn. Ja. En ze kwam ook helemaal blij binnen. Mama, ik heb je zo gemist. Ik wilde zo graag bij je zijn. En gelijk zo heel knuffelen. Ja. En gelijk op de bank binnen. Dat ze bijna geen geluk kregen. Ja. Nou, ik heb niet zo hard in je geknepen, maar ik ben even blij je te zien. Lekker saampjes. Mm. Ben je zo blij? Ja, en ik ben de Letters of Cora aan het kijken. Ja, je was even tv aan het kijken. Sarah ligt wel op bed en ik ben aan het wachten op de laatste boodschappen van dit jaar. En ik ga gelijk mijn laptop aanzetten. En vast even kijken wat ik kan editen. Oh, maar ik moest even snel iets wegbrengen. Dus die is ook zo weer terug. Ik kreeg net al dat ze op de app zijn. Dan kan je het laatste kwartier kijken hoe ver ze zijn, waar ze zijn. En dan bijhouden wanneer je de deur ongeveer open moet doen. Oh, dit duurt nog sowieso een kwartier. Je krijgt het ongeveer, nee, nu 13 minuten. Je krijgt het een kwartier van tevoren. En met deze boodschappen moeten we het dus doen voor de rest van dit jaar. Wij gaan weer verder met de Hunger Games. En daar heb ik zin in. En ik heb wat lekkers. Oh, ik hou hier zo van. We hebben chocolade donuts. Die heeft Sarah meegenomen. Oh, een stukje afgelopen. Hier. Ah, echt zo lekker. Oh, Hunger Games. Je hebt ook echt Hunger binge-watchen. En nu ga ik naar bed. Marco is al net naar boven. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!